Jawel, het kan best, Pino. Kan het, Pino. Het kan wel. Niet. Echt wel. Echt wel. Ja, jongelui. Oh. Hebben we ruzie? We hebben helemaal geen ruzie, hart. Oh, nou laat ik het dan anders stellen. Jullie hebben een verschil van mening. Wat is het probleem? Nou, er komen twee neefjes van Tommie, die komen logeren. Ja, maar we hebben geen bedden genoeg. Nee. Geen bedden genoeg? Nee. Weet je hoe wij dat vroeger deden toen ik nog heel klein was? Nee. Nou, wij hadden ook wel eens een feest, een bruiloft of zo. En dan bleven er allerlei mensen logeren. Hè? Ja. Soms van 25 man. Want die konden natuurlijk na dat feest allemaal niet naar huis. Maar hadden jullie dan zo'n groot huis aan? Nou, nee, wij hadden een heel klein huisje. Maar weet je wat we deden? Nee. We zetten gewoon de tafel op zijn kop. Op wie zijn kop? Op zijn kop? Ja, gewoon op zijn kop. Gewoon, dus zo met de poten omhoog. Oh, zo. Ja, dan konden dan de kleintjes, die konden daarin slapen met wat dekens en wat kussens. Weet je wel. Oh, wat leuk, dat vind ik ook. Ja, ik ook. Ja, en die grote neven van mij, die grote neven. Nou, wat was er met die grote neven? Weet je wat die deden? Nee. Nou. Die sliepen in het tapijt, in het vloerkleed. In het vloerkleed? Ja. Die gingen er gewoon in liggen en dan rolden ze zich op. Wauw, ja. Dat kan ik wel even voordoen. Kijk, doodsimpel. Kijk, je gaat gewoon liggen, zo, hier. Je pakt 1 puntbeet en hoppa. Stof. Zo zeg. Heb je Paula niks zeggen, hoor? Tommie, hallo. Ze mag het niet weten. Jongens, jullie gaan in bad. Oei. Oh. Ja. Bad? Ja. Hé, zeg. Wat is er met dat vloerkleed? Vloerkleed? Waarom hebben jullie dat opgerold? Jongens toch, dat doet mij aan iets denken. Ja, ik was toen nog een kind. Ja. En wij hadden vaak een heleboel mensen te logeren. En alles was al volzet, Als ik er nog aan denk. En mijn grote neef. Mijn grote neef. Die ging slapen in het vloerkleed. Ja. En de volgende ochtend zei hij dat hij zijn hele leven nog nooit zo goed had geslapen. Paula? Ja. Ik wil een bad. Ja. Ja, natuurlijk. Zeg jongens, en dan kunnen jullie dat vloerkleed weer terug op zijn plek gooien. Ja, dat kunnen wij wel, Edie. Ja, kom op, Tommie.